Goeiedag, we zijn er weer mensen. Ja, ja. En hoe? Moeten jullie eens even kijken, wat een zonnetje. Heerlijk. Echt lekker. Ik heb schoon water net getapt. En kijk, die kraan die is lekker dichtbij, dus ik kon makkelijk heen en weer lopen. Ik heb er 5 gieters in gedaan. En dan gaan we zo eerst eventjes het toilet legen. Maar dan rijd ik daarheen, want kijk, dat is daar achterin, daar zo, helemaal bij dat gebouwtje. Nou ja, dat weten jullie, heb je al gezien. En het is nu al onwijs lekker weer. Jeetje mina, het is... Even kijken, het wordt 23 graden vandaag. Nou, dat is niet verkeerd, mensen, hoor. En, oh ja, dat is wel grappig. Die mensen van die Morello, die daar staan, die gaan hun watertank vullen. En die hebben er een filter tussen zitten, bij het vullen. En hij heeft een hele grote slang bij hem, een lange slang. En die slang die gaat helemaal, kijk, tot aan die paal. Daar is hij nou aangesloten. En dan komt het dus uit die paal, gaat het filter in en dan pas gaat het binnen zijn watertank in. Nou, dat vind ik wel mooi. Mooi systeem. We gaan zo rijden. We gaan eventjes 50 kilometer verderop. Richting Besançon is het. Zeg maar de helft van hier vandaan naar Besançon, daar de helft van. En dan, nou ja, even kijken hoe het daar is, wat daar is, noem maar op. We gaan het zien. Prachtig plekje, jongens, hoor. Ik ben hier blij mee. Gaat in het boekje voor het onthouden. Oké, mensen, we gaan op pad, maar eerst nog even de toilet legen. Want dat is wel noodzakelijk. Ik rij even die kant op, mevrouw. Hou je vast. Oké. Dus, en jullie zien het. Ho, 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 wat een lekker weer. Wat kan dat de ene dag of de andere dag zoveel schelen, zeg. Wat voor zender heb je nou staan? Een Franse, NRJ. Natuurlijk. Ja. Oh, is een probleem? Nou, dan rijd ik naar die wc's. Oh. Even kijken, jongens. Ik zit er met. Nou, jongens, is de wc geleegd in het toiletgebouw. Het mocht van die mevrouw, want dus waar die storting van de chemisch toilet was, die was helemaal verstopt en die waren ze aan het ontstoppen. Hey, volgens mij, want er staat iemand te douchen. Ja? Was het nou toch weer warm water dan? Ik heb geen idee, vrouw. Echt geen idee. Oké, we gaan op pad, mensen. We gaan rijden. Ja, dan moet je wel een fietsje draaien. Ja, goed zo. Nou, jongens, we gaan hoor. Let op. Dit is elke keer weer leuk. Voorzichtig. En spannend. Kaartje. Groen, let op. Ja, nou, is dit handig of is dit handig? Nou, je hebt iedere keer toch weer van, nou, maar benieuwen. Ja. Ah, ja, inderdaad. Nou, dan kan ik straks op plaats van bestemming wel even kijken of die prijzen klopten, want gisteren... Jawel, maar dat was natuurlijk de hele dag, want het was na aankomsttijd dat we er waren. Dan rekent hij gewoon weer een dag. Weet je wel, als je na aankomsttijd kijkt, dan is het natuurlijk duurder. Dan is het op de volgende dag aankomsttijd. Oké, mensen, we gaan weer de doubt over. Zone in de doubt. Zone in de doubt. Ja, ja. Ja, dat klopt. Oké. Ja, maar nou gaan we even de platteland op over, want we zijn net het dorpje uit. En kijk. Meteen weer de ruimte. Dat is wel grappig hoor. Echt die hele kleine dorpjes. En dan pup, ben je er weer uit. Echt mooi hoor. Het is een mooie streek hier, mensen. Echt waar. Wij vinden het prachtig. Je kan het knippen. Ja. Kijk, stadsvesting. Stadsvesting. Stadswallen. Ja. Dus dat geeft wel aan dat het een
kijk eens. Dit is een vijver die het doet. Oh, het ziet er wel oud uit, jij inderdaad. Ja. Stadsmuren, ja, dat is een oude stad hoor. Door. Na 200 meter rechts afslaan, daarna links afslaan. Zo, kijk dan. Oh. Kijk daar eens, wat een basiliek. Wow. Oh. Ik ben nog wel even een dorp in. Rechts afslaan, heen. Daarna links afslaan. Nou, ik zag er net eentje uitstaan hoor. Welke kant op? Andere kant op. Nee, ja, dat is uit. Oké, wacht even. We gaan even kijken, mensen. We gaan jullie het zo verder laten zien. Nou, mensen, het was een leuk idee, maar die satelliet staat de andere kant op. Dus we moeten aan de overkant gaan staan. Anders dan heeft Magal geen ontvangst. Dus gaan we even daar staan. Kijk eens aan. Nou, ook mooi. Oh, kijk nou toch eens. Wat een mooi plekje, jongens. Hoi. Ja. En hoeveel staan er wel niet, zeg? Kanonnen. Ik ga even op je site kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ik denk zomaar 30. Even kijken aan de overkant. Oh, die gaat net van wal af. Hè? Ja. Ja, geweldig. Ja. Janine. Ja, hé, hey, dat is de Janine. Ja. Even een dagje zitten. Ja. Nou, jullie zien het, we staan daar. We gaan eventjes naar, als je die brug overgaat, je gaat daar rechts het straatje in, daar is een boulangerie. Gaan we even naar de bakker, even een broodje halen. Voor zo meteen onder de middag. En dan, ik denk dat we dan vanmiddag naar die kathedraal gaan, de Notre Dame. Er is ook een museum. Nou ja, ook een bekende Fransman. Maar goed, we gaan maar kijken. We zien wel. Terrasje erop. Nou, die meneer heeft het mooi voor elkaar. Kijk, dat is een leuke foto voor Polarstips. Ik heb een hele leuke foto voor Polarstips. Dus dat komt mooi uit. En omdat de boulangerie gesloten is op maandag. Ja, dat is heel veel voor. Ja, kijk, heb je daar een Carrefour Express? Die zit midden in het centrum en er is van alles te krijgen. Dus wat heb ik gehaald? Kijk, hier achter op mijn tasje. Even een stokbroodje rustiek, want dat was het enige wat er een beetje smakelijk uitzag. En
Dan gaan we eerst even een broodje eten en dan gaan we vanmiddag wel de stad in. Kijk, maar gewoon doet even de zoloze Jeruzalem Nike's aan. En ze lopen lekker. En ze lopen lekker. En kijk, we hebben even een nieuwe jasmijn van Consum. Dat heb ik gewoon eens een keertje gekocht. Ja, die blijft 30 dagen blijft die ruiken. Nou, langer hoor. Maar ja, die andere die hadden we van Kiaartje gehad. Die heb ik nou vanmorgen weggegooid. Ja. Die is leeg. Nee, ik heb een flesje in mijn zak. Doe maar in dat tasje, op dat rugtas. Ja, maar... Ja, dan nemen we er twee mee. Ik ga deze even weggooien. En dan gaan we eventjes naar, even naar de Notre Dame. Staat. Ja, de, ja, maar gewoon, je moet mij vertellen waar de vuilnisbak is. Ja. Goh, ik ben de uitvinder ervan. Daar eet je toch altijd uit? Nee. Daar eet je toch altijd uit. Het is zo'n schatje. Op deze parkeerplaats staat Interdit All Campingcars. Ja, die mogen hier niet in. Nee, daar hebben ze gelijk in. En daarom staat het daarachter natuurlijk zo vol. Jeetje mine, wat staat het vol, hè? La Jura, Pays de Pasteur. Pays de Pasteur. 1822, 1895. Oh, hij is niet zo oud geworden. Vijf. Wat zeg je? 1882. Ik weet niet wat voor fysisch ze zijn, hè? Nee. Mooi hoor. Jeetje, Mina, prachtig. Kijk, zie je, dan heb je daar. Heb je die basiliek. En dan heb je hier weer. Kathedraal toch? Ja, kathedraal, ja. En hier weer een paar huizen. Ja. Maison Natale de Pasteur. Hier. Ja. Nou, even kijken mensen. Kijk gewoon, dit is toch leuk gebouwd. Oh, kijk nou. Ja. Nee, dit is gewoon een hout snippertjes, kijk. Als iedereen nou met zijn vingers er aan zit. Nou, dit is steen, maar dat is beschadigd. Zonde. Ja. Hier is het huis. Zie je? Hier al. Ah ja. Museum is open van 2:30 tot 6:30. Van half 1. En van 2 tot 6. Ja. Kijk, een mooie video van maken. Oh, dat rode lichtje, dat geeft precies de juiste effecten van. Oké. Ja. Gaat je lukken, mevrouw? Ja, zeg jij? Goed zo. Ja. Leerlooierij. En toen in die tijd. Nou, reken maar dat die mensen een slecht leven hebben gehad. Ja, pasteurisatie. Dat is de achternaam. Ja. Ja, maar dat, en ook een vaccin tegen rabies heb ik gelezen. Oh. Oké. En dan heb je zomaar een prachtig bruggetje. Dus geen nano, hoe lang dit al bestaat nog al. Hé? Ja, nou, ik zou wel eens op internet eens kijken. Nou ja, 18, nee, dat was toch 13 zoveel al? Dat staat nou, 13e toch eeuw. Die brug. 13e eeuw, dus ja. 1200 zoveel. Nou, daar kan je niet verder. Nou kijk, daar gaat mijn oog. Want die foto van die leerlooierij met die bakker enzovoort, met het rode licht, die waren iets te donker, dus die gaat ze even opnieuw maken. Oh, het is ook een Pietje precies hoor. Kijk dan mensen, wat een mooi het hier is. Jezus, geweldig. Kijk, dit zijn wel hele hoge huizen, maar zien jullie wat smal ze zijn? Het zijn niet echt brede huizen. En ik was hierheen gegaan, maar kijk, dan kom je uit bij de jachthaven, dan moet je weer helemaal zo teruglopen. Dus ik zei helemaal, blijf daar maar, dan loop ik wel naar jou toe. Want hier, dat bruggetje wat jullie net zagen, wat ik had gefilmd, daar zijn ze het huis dus aan het opknappen. Zien jullie dat? Kijk, dan ga ik weer
En als ik nou heel erg lastig ben, zei die meneer net tegen me. Hij zei, als je heel erg lastig bent, dan duik je in dit hok. Kijk. Dan kreeg ik geen kant meer op, dus ik zeg tegen hem, nee, ik zal heel lief zijn. Het zal heel lief zijn, meneer. Kijk de mensen, wat hoog die gebouwen zijn. Maar oh, hier moeten we in. Hier moeten we heen. Daarheen, waar komen we daar vandaan? Geen idee, maar we gaan toch naar die kerk? Ja, naar die kathedraal. Ja, daarom. Ja. Kijk mensen, wauw. Hij is zo groot dat hij past niet eens op de... Ja wacht, houd het nou maar even aan. Want we gaan die kerk in en daar is het koud natuurlijk. Hoe weet je het toch niet? Ik heb een visje aan, ik krijg een opvlieger. Geef even je voetstoestel, kijk maar, hou hem vast. Loop maar. Dan gaat hij zo weer aan natuurlijk. Heb je hem? Ja. Ik laat hem los, ja, hoor. Ja. Oké. Nou, gaan we naar binnen, jongens. Deur dicht. Ja. Zo. Wow. Hoorden jullie het orgel? Nou, dat is wel leuk dat je tenminste een beetje geluid hebt in die kerk. Anders is het altijd zo stil. En moeten jullie kijken, die schilderijen daar zo. Kijk. ISO veranderen maar gewoon. Kijk, kijk. Je ISO veranderen. Ja, dan is, hij, dan is hij nog mooier. Kijk, dit staat open. Dat hebben ze net open gezet voor jou. Je gaan biechten. Ik heb niks te biechten. Zo. Maar daarom zeg je elke avond voor het slapen gaan. Als gewoon mijn zonden velen zijn. Nee, Engel, dat is een protestant. Kijk, het mag moet afgestoft worden, moet je zien. Ja. Nou, dat was het orgel wat aan het spelen was net. Kijk. En dan net had ik met de GoPro die schilderijen gefilmd. Oh. Hey. Ik denk dat die. Hij krijgt weer zin om te spelen.
hè? Wow. Mooi, hè? Kijk, mensen, hier hebben ze geld in gegooid. Moet jullie kijken. Kijk. Nou. Dat hebben we wel gezien, hè? Ja, kijk. Dan zie je de tweede Vaticaan in 62. Ja, dat weet ik nog. Ja. Heftig, hoor. Nou, mooie kerk, Magal. Mooie lichten. Oh ja, kathedraal, ja. Gaan we er hier uit? Ga jij er ook uit of blijf je nog binnen? Nee, wacht even. De ene keer gaan ze heel zwaar, de andere keer gooi hem zo open. Jezus. Bedankt voor het sluiten van de deur. Ja. Oh. Ja, we zijn aan de andere kant. Ja. Kunnen we even de voorkant kijken? Kijk dan, dit is wel grappig. Moet jullie kijken. Of je hier alsjeblieft je kauwgom op wilt plakken. In plaats van op de grond. Ja, dat is mooi. Kijk dan. Of je hier je kauwgom op wilt plakken in plaats van op de grond. Ja, keurig. Ja, hé. Nou, prachtig hoor. Jeetje, mina. Ja, dit is de achterkant. Daar is de voorkant. En bij die hallen, weet je wel. Kijk, zien jullie? Dit is de voorkant. Oh, prachtig. En alles eromheen. Hé, hey, boulangerie. Hier is ook een boulangerie. Hier. Ja, alles is gesloten vandaag. Ja, nee, maar dat is niet erg. Want dan weet ik dat van morgen Holland. Nou, alsjeblieft. Morgen gaan we weer naar een ander dorpje. Wie zegt dat? Dat zei je zelf. Oh. Kijk, die hallen die zijn natuurlijk ook alleen maar smorgen. Ja, daarom denk ik. Maar ja, goed. Kijk eens, jongens. Oh. Wauw, wat een joekel. Ja, ik kan niet. Dit is de Rude Parlement. Dus we denken van, oh, is dit het parlementgebouw of zo? Nee, maar het is gewoon een dokter. Nou, een specialist hoor. Huisarts. Vasculair. Oh, dus dit is een patholoog. Nee, kijk, vasculair, dat oh, zijn... Oh, bloedvaten. Ja. Oh, oké. Kijk. Ja, hotel. Château Renault. Uit de 16e eeuw, maar al. Jeetje. Kijk dan. Het wordt allemaal veel te veel, joh, voor één video. Ja, dat weet je toch wel, hè? Een bistro is dit. Kijk jongens, wat een ongelooflijk hoge schoorstenen. Zien jullie? Ja. Waarvoor zou dat zijn, zulke hoge schoorstenen? Wat denk je wat die kathedraal is? Dat ze dan boven die, de lucht boven de huizen uitkomt of zo. Nou, ja. Hele leuke fontein. En kijk, het is, doet het nog echt ook. Hij is water aan het dragen en hij gooit het zo in het water. En dan gaat het weer omhoog en terug. En kijk. Oeh, wat een mooie lucht. Weet je hoe dit heet? Place La Fleurie. Kijk, lees dat bordje. Dat bordje lezen. Ja. Kijk, dit straatje is doodlopend, maar alleen niet voor fietsers. Kijk, je kan hier met je fiets. Ja, oh, dat is wel mooi. Ja, dan ga je er zo eroverheen. Dan kan je er zo doorheen. Nou, dat is mooi. Oh, moet ik even weg? Sorry. Kijk, wat is er zo bijzonder aan? Moet je kijken. Allemaal die gezichtjes. Oh ja. En dit is uit 1686. 1686. Kijk maar, daar staat het. Oh, daar bovenin, ja. Ja. 1686. Ja.
kijk hier. En daar. En daar. Nou ja, zo de hele rits af, kijk. Allemaal gezichtjes. Toen wisten ze nog wat gebouwen versieren was. Kijk, heb je hier weer, als het naar beneden valt, zo langs dat gebouw. Kijk, zie je. En dan gaat het water daar stromen. En kijk, en dan heb je hier dat gebouw. En dan is daar dan een heel mooi gebouw naast. Kijk daar. En dan heb je daar die kathedraal. En aan de overkant, kijk, laat zien, ook weer een monstergebouw. Jeetje, wat zal dit toch een belangrijke stad geweest zijn. Prachtig, mensen, prachtig. Fontieu, dit is een oud ziekenhuis. Oké. Okay. Dat wat de kijkers vond hier zo. April 2000. Oh, kijk. Een historisch gebouw, 1613. 1613. Ja, dat zal wel. Nee, er zit geen water meer in. Nee. Er zit gebouwd. Ja, mooi dat ze die borden erbij zetten. Ja, dan inderdaad, ja. Ja, nou, prachtig hoor. Toen wij heen liepen, kijk, dan zijn we over dat bruggetje gegaan daar. Daar zo. En we komen nu vanaf de andere kant, hier over deze brug. En hieronder, net onder die brug, daar is een sluisje. En er kwamen net die twee bootjes uit. Kijk, die daar varen. Even laten zien. Zien jullie? En weten jullie wat nou aan de overkant is, waar Magona staat te kijken? Moeten jullie eens even kijken. Dat is mooi. Oh, dan kan ik even stoppen daar zo. Dan kan ik even staan. Mooi, hè? Ja, leuk, hè? Al die bootjes zo. Ja, prachtig. Zo, het stinkt ook. Wat? Het stinkt ook. Ja. Kijk. Oh, geweldig. Hotel-restaurant is het nogal. Nou, prachtig hoor. Jeetje mina, en dat zo vlak bij de camper. Weet je, Mago, het is best nog druk ook hier. Ja, zeker. Ja, want wat is het vandaag? Maandag. Het is evengoed zo druk. Oké, mensen. Nou, we zijn hier aangekomen weer bij de Knaus. En we denken ongeveer... we hebben ruw geteld. Zijn er denk ik een stuk of 50 campers die hier in totaal nu staan. Ja, want het staat echt voller dan vanmorgen. Kijk, tot daar helemaal vol. Daar helemaal vol erachter. Hier een tussenrij nog een keer. En dan hier ook nog. Auto's. En ik denk dat we hebben zeker 5 Nederlanders gezien of zo. Nou ja, Nederlanders. Dat is nog een Nederlander. Daar staat nog een Nederlander. En dan net als die auto van Relax. Ja. Die, ook, die stond ook. Die mooie Hiemer. Ja, die mooie Hiemer, ja, met de Mercedes. Ja. 9 trapsautomaat. Maar kijk, dit was echt een cadeautje. Ik had niet verwacht dat het zo'n mooi plaatsje zou zijn. Jij ook? Nee. Nee, had ik niet verwacht. Nee. Echt? En het weer werkt ook mee. Natuurlijk. Het weer is super de puper. We hebben nu een wolkje. Kijk, daar is een wolkje. En die houdt iets de zon tegen, maar de temperatuur is gewoon heerlijk. En dat kan je wel zien, want mijn goot die loopt in de rempie. Oké, nou, met de kathedraal op de achtergrond, mensen, gaan we jullie groeten voor vandaag. Zo mooi, die kathedraal. Hij was al eigenlijk iets te lang, maar ja, het waren zulke mooie gebouwen die we hier gezien hebben. Dat kon niet missen. Als het te lang is, dan doe je toch een twee, hè? Dat maakt het ja, dat zou eventueel kunnen. Dan moeten we hem 2 keer afsluiten. Nou ja, weet je wat we nou gaan doen? Nou? Hoe laat is het? Hoe leed je klokkie? Nou, bijna 4:30. Oh, neem een biertje. Ik hoef geen biertje. We nemen een wijn. Oké. Nou, kom op. Mensen, tot de volgende vlog, hè.